Wanneer zweet jullie rond? Ik ben David Timmer. Ik ben sinds 1 januari verantwoordelijk voor de galerie bij Door. Ja. Wat wordt hier vanmiddag geopend? Vanmiddag is de tentoonstelling van Luke Duggleby te zien, een Engelse fotograaf. En de naam van de tentoonstelling is For Those Who Died Trying. Wat houdt het in? De fotograaf heeft allemaal details. Activisten geportretteerd, mensen die strijden voor een beter milieu, voor de mensenrechten. En tijdens hun strijd zijn zij helaas vermoord. En omdat de fotograaf eigenlijk wilde dat hun verhaal verteld werd en dat de mensen niet vergeten werden, heeft hij een reeks fotoportretten gemaakt om hun verhaal te vertellen. Wel bijzonder, hè? Jazeker. En ook echt uniek dat we deze tentoonstelling naar Nederland en vooral naar Dordrecht hebben kunnen halen. Want als we de lijst zien van steden en plaatsen waar de tentoonstelling al geweest is, mogen we er echt wel trots op zijn. Hij heeft hiervoor bijvoorbeeld al geëxposeerd in Genève bij het Paleis van de Verenigde Naties. De foto's hebben we gehangen in Brussel bij het Europese parlement. Ja, nu is het Door. Dus heel bijzonder. Tot hoe lang blijven deze foto's? Tot 29 januari zijn de foto's te zien. Het zijn 35 foto's in totaal. De meeste hangen hier in de galerie. Maar omdat er niet genoeg plaats was, heb ik enkele bewoners en winkels bereid gevonden om ook werken in hun etalage op te hangen hier in de Voorstad Noord. Succes! Dank u wel!